Hallo dames en heren, en hier ben ik weer met de gloednieuwe Minecraft Survival video. En ik had weer wat progress gemaakt, want hier heb ik al mijn beacon. Ik heb in totaal 2 beacons. Normaal had ik ook een derde Nether Star, alleen die is op. Die is helaas verdwenen, dus nu heb ik maar 2 beacons. Ook in de vorige aflevering hadden jullie gezien dat ik hier ook een beetje aan werkte. Maar toen was dit gebouw nog niet zo groot, nu heb ik het wat beter gemaakt. En hier zit allemaal fakkels. Er was gewoon mensen die kwamen hier op bezoek. En ze vonden dat het niet goed genoeg verlicht was, dus hadden ze hier overal fakkels geplaatst. En hier moet ik nog aan werken. Dan komen we hier, het is nog niet zo goed ingericht zoals je ziet. Hier hebben we de kelder, dat is dan de uiteindelijke kistenkamer. Dan komen we hier. Hier hebben we 1 villager met een mending book. En ik wil natuurlijk hier ook heel veel villagers hebben. Dit wordt dan uiteindelijk de villagerskamer. Komen hier. En hier moet ik ook nog van alles gaan inrichten. Maar wat ik eigenlijk deze aflevering graag zou willen doen, chicken cooker maken. Ik had een soort van mob spawner. Kijk, wacht. Als ik dit hier doe, lijkt het alsof ik hier vast zit. Ziet er wel grappig uit. Help, ik zit vast. Maar ik breek dit blokje. Daar zit een mob spawner. En dan mobs gaan zo het water in. Stromen ze naar beneden. En dan kan ik naar beneden vallen. En dan kan ik ze hier vermoorden. Ik heb hier nog allemaal items, maar ik heb hier wat troep in gedaan, zoals cobblestone. Omdat ik mijn inventaris vol was. Dit is wel de handige lift. En ik wil zien waar ik iets nieuw wil maken. Ik weet al wat. Maar eerst even slaapje doen. Oh ja, we hebben ook nog een bucket of lava nodig. Maar dat is geen probleem, want ik zie daar al lava. En lava meenemen. Lava is best gevaarlijk. Op YouTube zijn er zo van die filmpjes van cola versus water. Wat was er nog? IJsvisserswater en zo. Even zien waar wil ik de chicken cooker hebben. Ik denk dat hier de geschikte plek is. Ik begin als eerste met de kist te plaatsen. Dan hoppers die ik niet heb. Ik had ze rollen gemaakt voor de vooropname. Die zit ergens in de kist. Ja, hier zo. En een glas moet ik ook al bijnemen. Hoe ging dit ook alweer? In de vorige seizoen had ik dit ook gemaakt. Alleen, na een tijd had ik het gevoel dat het niet meer werkte. Dat was toen mijn spawn, nu wil ik het bij mijn eigen basis hebben. Ja. Dat wil ik niet doen, maar het ging per ongeluk. Dan de dispenser. Een slab. Glas erboven. Dit hier nog even dicht doen. Ik had nog wat eieren, maar het is niet echt veel. Ik moest eerst nog even redstone doen. Moest mij ging deze naar de muur toe. Ik zei opeens moer of zo in plaats van muur. Dan dit afsluiten. Ja, dan het volgende is hier weer glas plaatsen. Dus gelijk weer grappig of hier om ook nog een gigantische reuzenkip te bouwen. En in die reuzenkip is dan de chicken cooker. Het is al bijna klaar. Ik ga best snel het bouwen van dit ding. Oh ja, het lava was ik nog vergeten. Dit glas moet dan kapot gemaakt worden. Voilà. Hier tapijt. En dan is het tijd voor de eitjes. Ik koop op 2 kippen, dan hebben we het goed als we 2 kippen hebben. Yes, 1 kip. 2 kippen. Oké, dat is een goed begin al met 2 kippen. Maar laat ik even wat terug naar spawn gaan. Ik ben benieuwd of ik wat eieren heb verkocht, want ik had een, zoals je misschien nog weet van de vorige aflevering, had ik een shop gemaakt en ik hoor een ghost. Dat is meestal geen goed teken. Iemand had al eens eieren gekocht van onze winkel, maar ik ben benieuwd of meerdere mensen al iets gekocht hebben. Ja, het spawn eiland is ook het winkeldistrict is ook al goed veranderd. Kijk, hier is vuur. Moet ik zien dat ik het vuur niet per ongeluk wegsla, want ik denk dat het voor altijd is dit vuur. Anders staat er geen
nether rack. Ja, iemand was hier nog iets mee bezig. Under construction. Hier is ook iets van een soort van minigame. Van ja, dat zijn inschrijvingen en zo. En dan moet je ook, kan je even lezen en op pauze zetten. Maar waar het op neerkomt van dat er twee mensen zijn die de mensen die zich inschrijven proberen te vermoorden. En wie het langst overleeft, krijgt de loot. En dat is dit. Dinasura dit heeft gemaakt. Ja, daar moeten we diamond in gooien, maar we hebben die nu op dit moment niet. Iron shop. Meld ons iron, maar geen iron verkocht. Hier aan de achterkant moet ik nog iets doen. Ik moet hier nog mijn banners, alle letters van een voor het woord voor iron shop. Mijn banners, alle letters nog doen. Alleen ik moet nog op zoek op Google hoe dat ook alweer gaat. Hopelijk vond u het leuk. Laat een blauw duimpje achter als dat zo is. En reageren als je nog tips hebt voor mij. Dan zie ik weer terug bij de volgende video dus. Doei doei.